De officierenvereniging van het Korps Politie Suriname, KPS, is vanaf vandaag weer actief. In dat kader heeft de initiatiefgroep Heractivering Officierenvereniging onder leiding van hoofdinspecteur August van Gobbel een persconferentie gehouden in het officierstehuis aan de Zwartenhovenbrugstraat. De vereniging wil zich sterk maken voor de belangen van officieren en gepensioneerde officieren. Van Gobbel zegt dat de vereniging het bondsbestuur keurig op de hoogte heeft gesteld van dit initiatief. Het hoogste gezag in het land, met name de president, de minister van Justitie en Politie en de korpsleiding zijn ook schriftelijk op de hoogte gesteld. Anders dan geruchten willen doen geloven, is de vereniging geen rivaal van de politiebond, benadrukt Van Gobbel. Wij niet als een rivaal van de Surinaamse politiebond gezien moeten worden en derhalve dat men ons dus men ook niet daarop gaat zinspelen dat wij een rivaal zijn. Ja, we zijn allemaal politiemensen. De bond heeft haar verantwoordelijkheid en wij nemen dat van de officieren serieus en we gaan ook serieus eraan werken dat de officieren ergens terecht kunnen waar ze buiten de dienst ook wel samen kunnen zijn en kennis kunnen oefenen. Wij hebben gezegd, wij zijn een vereniging. Ja, wij gaan voor sociaal-maatschappelijke doelen van de officieren. Wanneer er respositionele toestanden zijn en officieren zouden hier komen en zeggen we zijn het niet eens met dit en we zijn het niet eens met dat, ja, dan kan zo'n officier, kan dan de vereniging of de mensen, kunnen dan gemandateerd worden om namens hun met de politiebond te praten. Maar wij gaan niet met autoriteiten praten voor wat eigenlijk respositionele toestanden betreft. De officierenvereniging meent dat er een grote behoefte is aan sociale activiteiten binnen het korps. Volgens mede-initiatiefnemer en politieinspecteur Kishore Kumar Binda zal de vereniging zich daarom inzetten voor de volgende doelen. Herstel van het Korps Politie Suriname. 2. Het welzijn van de officierengroep en de gepensioneerde officieren. 3. Het helpen optrekken qua kennis en attitude van de overige doelgroepen binnen het Korps Politie Suriname, de kaderleden en manschappen. Het creëren van goede werkverhoudingen tussen de verschillende doelgroepen binnen het Korps Politie Suriname. Het organiseren van seminars en presentaties op het vakgebied. Het organiseren van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het kritisch ondersteunen van de Surinaamse Politiebond in haar activiteiten ten behoeve van de KPS-leden. Het helpen waarborgen van een goede oude dag voor de gepensioneerde officieren en de overige gepensioneerden. Inspecteur Kishore Kumar Binda vandaag tijdens de persconferentie van de officierenvereniging. Hij vormt samen met Omar Terborg en August van Gobbel het voormalige bestuur van de voorlopige bestuur van de officierenvereniging van het Korps Politie Suriname.